Hallo iedereen, Sarah hier en welkom bij de zesde en laatste aflevering van TikTok Trophy, een gloednieuwe online reeks waarin ik op zoek ga naar de strafste, de beste, de creatiefste, maar vooral de meest dansbare TikToker van Vlaanderen. In de vorige aflevering hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jonathan. Maar vandaag doet Rachel een gooi naar de overwinning. Ze is 24 jaar en een echte beauty, want ze heeft al meegedaan met heel veel misverkiezingen. Ze is ook leerkracht en hier is ze in de studio. Hallo. Hey. Superleuk dat jij hier bent. Dank je om mij uit te nodigen hebben. Ja. Zeg, en je bent ook een leerkracht. Inderdaad. Valt dat te combineren met zo'n bekende TikToker te zijn? Dat werkt in zijn voordeel, want de kindjes denken dat ze les krijgen van een beroemdheid. Dus ze luisteren meer, zijn meer braaf en ze zijn ervan overtuigd dat ze allemaal slagen, dat ze aan het einde van het jaar een filmpje met mij mogen opnemen. Oh. Dus ik heb een beetje als chantage gebruikt. Dus dat is eigenlijk uw beloning als je opletten in TikTok mee. Ja. Maar hoe zit het met je algemene kennis in TikTokland? Hopelijk redelijk goed. Hopelijk. Ken je tegenstanders hier op TikTok? Ja, OG-tiktokkers. Ik ben er niet zo lang geleden bijgekomen. Ik zou zeggen, veel succes vandaag. Dank u. Je gaat het nodig hebben, denk ik. Denk het ook. Er zijn hier twee straffe madammen. Moot, jij zit hier nu al voor de... Derde keer. Ja. En Steffi, je hebt elke aflevering mogen meemaken. Dat is wel cool, hè? Ja, dat is echt superleuk. Superleuk. In deze laatste aflevering gaat het er ietsje anders aan toe. Dus diegenen met de meeste punten gaan tegen elkaar staan in de finale. Spannend! Yes, en dan gaan we nu beginnen met de eerste TikTok! Oh, dat is er! Jij kent het niet, Rachel. Nee, ik ken die niet. Nee. Jullie bakken er alle drie eigenlijk niks van. Nee. No. Dus hier komt de tweede TikTok-sound. Dat is toch zoiets? Oh ja! Ja, Rachel! Ja, ik was verrast dat jullie hem niet kenden. Kijk, wauw, jij hebt het eerste puntje. Hier is de derde TikTok-sound. Steffi is back. Puntje gaat naar jou, Steffi. Dank u. Hola la 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 101. De vierde TikTok sounds. Rachel, jij nam geen poging, hè? Spijtig. Inderdaad. En Steffi, jij deed de tweede foutnoos, hè? Applausje. Puntje gaat naar jou. De vijfde TikTok sound. We zitten in de helft. Speciale versie, hè? Een twijfel. Niet super, maar ja, toch ga je naar huis met het puntje, hè? Dus Steffi heeft 3 punten, Moot heeft 0 punten en Rachel 1. Alles kan eigenlijk nog, hè? Moot, probeer echt een comeback te maken. Hier is het zesde TikTok sound. Dat deed ik niet. Woe, nice. Steffi weer. En ze deed ook net iets beter. Ja, sowieso. Dus het puntje gaat naar Steffi. Dank. Verras mij in de volgende TikTok. Charlie? Dat is denk ik een van de bekendste TikToks van Charli D'Amelio, deze. Maar dus niemand kende hem. Dus helaas kan ik geen puntjes uitdelen. En dan gaan we over naar de achtste TikTok-sound. Dankjewel.
puntje terug naar Steffi. Klaar voor de volgende TikTok sound? Moot, mooi herpakt. Het puntje gaat naar jou. Vooral omdat je ook een mooie... Ik vind dat leuk als je zo gezichten meedoet op TikTok. Ja. Zo, en dat doe je wel. Ik vind dat wel tof om dat te zien. En dus dat verdient... Inderdaad. De laatste TikTok sound. Dus ik geef jullie alle drie een punt. Goed, girls. We kennen de eindstand. 6 punten voor Steffi. Dus dat wil zeggen dat jij sowieso in de finale staat. Jij gaat het moeten opnemen tegen Rachel of tegen Moot. Wie denk je dat er gaat winnen? Ik weet het echt niet. Ze zijn echt allebei heel goed bezig. Ja. Dus... Want jullie hebben allebei 2 punten gehaald. Dus hier is echt de laatste TikTok, de beslissende TikTok. En dan weten we welke 2 girls in de finale staan van de TikTok Trophy. Can you see me? Dus dat wil wel zeggen dat jij in de finale staat tegenover Steffi. Maar ik vond wel dat jullie echt een goede tegenstander hadden vandaag. Ja, je hebt dat kei goed gedaan, Rachel. Echt waar. Dank u. Ja, nog een groot applaus voor Rachel. Je mag nog niet naar huis, want jij mag me helpen jureren. Oh, dat is super tof. Yes. Dus wat is de bedoeling? Ik laat jullie 3 TikToks zien en je moet die eigenlijk zo goed mogelijk proberen na te bootsen. Wij gaan dan punten geven op 10 en dan berekenen we de eindscore. En die mag zichzelf dan de gelukkige winnaar prijzen. De eerste. Eerst Steffi. Hopla, een heupoepje bij doen. Wow. Oei, oei. Haalt die spieren maar naar boven. Hola. Nochtans, je deed zo'n extra move in Michien en ook zo aan het meezingen. Ik dacht, yes, ze gaat echt voor de overwinning. Allee, we gaan punten geven en Rachel, jij mag beginnen. Ja, Steffi geef ik wel een 9, want dat is echt volledig gedaan. Oh, je had het zo goed kunnen doen. Ja. Oh. Voor de extra beweging in het zingen geef ik je een 7. Streng, streng, streng. Oh, leerkrachten, hè. En niks tegen leerkrachten. Okay. Ik ga 10 geven aan Steffi. Oh. Want ik vond het wel echt een mooie plank challenge. En dan geef ik aan Moot een 9. Want ik vond je enthousiasme zo leuk. De tweede TikTok sound, best wel moeilijker, maar het is dan ook wel de ultieme finale. Dus het niveau mag wel een beetje hoger liggen. Kom aan, hè. Ik ben aan het stressen. You go, hey girl! Wauw! Dat vond ik echt wel echt goed. Dat was echt cool gedaan. Oké, tijd om punten te geven, Rachel. Jij mag beginnen. Oh, maar zeg! Ja, ja. Oh.
Is dat erg? Ik had het al bij een 10 gegeven. Wauw. Ja. Nu zet je opeens niet meer stil. Nee, maar ik ben echt onder de indruk dat Engine is super moeilijk. Ja, ik had dat nooit kunnen doen. Nooit. Oh, dank u. Oh. Dan moet ik nog punten geven. Ik vond het eigenlijk ook wel echt bij allebei even goed. Dus ik geef jullie allebei een 9. Want het kon natuurlijk nog iets beter, hè. Had jullie nog wat meer geoefend. De laatste TikTok. Ik denk dat Steffi helemaal klaar is, want Steffi droomt hier al 6 afleveringen van. Dan de beslissende punten. Ik geef u een 9 voor de extra opzet. En dan geef ik Steffi een 8. Oeh, wat een spannende punten. Zie, we zijn echt 2 verschillende juries, want ik vond juist het begin van Steffi heel leuk, want ze gaf een kusje aan mijn lief polootje. Dus dat vond ik leuker. Dus zie, dat is wel leuk dat we allebei een andere mening hebben. Dus ik ga Steffi een 10 geven en aan Moot een 9. Ja, omdat dat ook kei tof was met dat loopje. De aandachtige kijker die weet natuurlijk al wie dat er heeft gewonnen. Maar we gaan het toch nog eventjes spannend maken. Een beetje tromperoffel. De winnaar van TikTok Trophy 2020 is Steffi Mercy! Wauw! Oh my god! Wauw! Dat verdient echt een mooie beker. Je mag hem eindelijk voor altijd mee naar huis nemen. Ja! En het was echt wel een spannende finale. Ja. Wat een tegenkandidaat. Oh my god. Echt goed gedaan. Nog een groot applaus voor Moot. Mooi, mooi, mooi. En Rachel, ook super bedankt om mij te helpen bij het jureren. Is graag gedaan. Jullie krijgen ook nog een mooie medaille mee naar huis. Oeh, oh, super tof. Ik vond het keileuk om de laatste aflevering te eindigen met 3 girls. En niet zomaar 3 girls. Echt girls met heel veel power, heel veel ambitie en heel veel talent. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden om naar TikTok Trophy te kijken. Ik vond dat alvast super plezant. En dan hopelijk tot een volgend seizoen misschien. Nog eens een groot applaus voor Steffi! Dag! Superleuk dat je kijkt naar onze dansvideo's. Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal en vergeet ook zeker niet op het belletje te drukken. En hiernaast is ook nog een superleuke video, dus zeker bekijken. En join de squad en koop merchandise via de website. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op TikTok en Instagram voor nog meer leuke foto's en video's. Doei!